Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Online met Juf Carlijn. Hey jongens, meiden, je ziet hier allerlei al spullen al op de tafel liggen, maar daar gaan we straks even naar kijken. Eerst gaan we natuurlijk eens even kijken welke dag het vandaag is. En ik vraag het aan jou, dus wil je het mij vertellen? Welke dag is het vandaag? Heel goed, vandaag is het de woensdag. Hey, en als het vandaag woensdag is, welke dag is het dan morgen? Kun je mij dat ook vertellen? Heel goed, morgen is het donderdag. En welke dag is het dan overmorgen? Heel goed, dat is de dag na donderdag. En dat is dan, dat is eergisteren. Hier hangt overmorgen, dat is vrijdag. Hey, welke dag was het gisteren? Dus vandaag woensdag, dus dan was het gisteren. Heel goed, de dinsdag. En eergisteren was het de... Heel goed, de maandag. En het is vandaag dus de middelste dag van de week, het is woensdag. En weet jij ook welke datum het vandaag is? Weet je de maand nog? Het was een nieuwe maand, hè? Inderdaad, het is vandaag februari. Nog steeds 2021 en de datum van vandaag is 3. 3 februari 2021, woensdag. Hey, je ziet hier allerlei spullen op de tafel liggen. Die heb ik meegenomen, want het is woensdag. En dat betekent dat ik een nieuwe letter met jullie ga bespreken. Nou, kijk eens even op de tafel. Wat zie je daar nou liggen? En kun je dan misschien al ontdekken welke klank er vandaag centraal staat? Kijk maar eens eventjes naar de spullen. Wat zie je hier? Een tas, een trommel, een triangel. Dit is een tijger, een telefoon en een tol. Wie hoort al? Wat is overal dezelfde beginklank van? Ja, je kent inmiddels het trucje. Ik hoor ook al in heel veel huiskamers de eerste klank voorbij komen. Het is inderdaad de t. De t van... De t van trommel. Hey jongens, meiden, de t van trommel. Mocht je nou thuis spullen zoeken en vinden met de t van trommel, dan mag je altijd een foto naar je juf op sturen. Zoek zoveel mogelijk spullen en ik ben benieuwd hoeveel spullen je gevonden hebt. Laat het maar weten. En als het goed is volgende week weer op school zijn, dan kom ik nog wel eventjes bij je buurt, hè, om dat te vertellen of je het goed had gedaan of niet. Dus zoek zoveel mogelijk spullen met de t. Aan het begin. Hey, ja, ik zeg tot zo bij de leuke activiteiten. En tot strakjes. Tot dan. Doei doei.